Goeiedag, Jasper Weiling, Veiligheidsregio Haaglanden, woordvoerder. Waar staan we hier? Wat is hier gebeurd? We staan hier in Den Haag, in de Van Hoytemastraat. Daar is brand uitgebroken in een winkelpand. En op dit moment is de brandbestrijding daarvoor in volle gang. Om wat voor pand gaat het? Het gaat om een ijzerwarenwinkel. Die staat op dit moment in brand. En de omliggende woningen die zijn ontruimd. Er zitten woningen boven? Ja, er zitten woningen boven en winkels naast. En de hele inzet is erop gericht om te zorgen dat de brand zich niet verder uit kan breiden als dat nu het geval is. Om hoeveel mensen gaat het ongeveer? Nou, de gemeente is op dit moment bezig met het opvangen van de mensen die ontruimd zijn. Daar zijn ze nog voor aan het tellen. Het gaat in ieder geval om 20 personen, maar het exacte aantal is nog niet bekend. Er zijn in ieder geval geen gewonden? Nee, gelukkig zijn er bij dit incident geen gewonden gevallen. Nog niet bekend of de mensen terug kunnen, de buren? Nee, op dit moment is de gemeente echt bezig om de mensen op te vangen en om passende opvang te bieden. Maar wat dat exact inhoudt, dat is op dit moment nog niet bekend.